Iedereen die ik ook in real life kan, maar ook degene die ik niet in real life kan, wens allemaal stuk voor stuk een heel mooi, goed, gelukkig nieuwjaar. En vooral blijf gezond. Ik zat in mijn lingerie, laat me zeggen. En de rest lag op de grond naast me. En ik was zo beroerd, één zo misselijk, één hoop. Ja, de diarree, laten we maar noemen zoals het heet, hè. Hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina op en de Beestenboel. Hè? Ik krijg helemaal door de war van mezelf. Maakt niet uit. Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag zondag. Ja. En het is 1 januari. Het is nieuwjaarsdag. Dus ja, iedereen viert zijn feest op zijn manier. Nou ja, dat was voor mij vannacht best wel laat. Dus ik ben ook laat uit bed, want het is alweer 3:10. En ja, alles doet me pijn, ik weet het niet. Mijn rug, mijn nek, mijn hoofd. Maar ik voel me niet ziek of wat dan ook. Nee, echt niet. Ik heb een hoofdpijn en het is niet erg, het is zeurderig. En het stroomt naar de rest. Nou ja. Ga zo zelf alweer over, mag ik hopen. Ik ga zo in ieder geval de frisse lucht in. Ik ga even lekker een blokje om met mijn meisjes. En ja, of ik wat zie, weet ik niet. Maar ik neem mijn telefoon sowieso mee. Vanwege mijn loopapp. Ja, dat stimuleert het lopen. Vind ik leuk. Maar in ieder geval, ik wens jullie, degene die mijn vlogs niet hebben gezien vannacht. Ik heb korte vlogs op de, zowel op YouTube, zowel op de 50-plus gezet met mijn nieuwjaarsgroet, maar in ieder geval, dat doe ik nou nog een keer. Ik wens jullie allemaal, iedereen, niemand anders dan jullie en mijn volgers, mijn vrienden, mijn familie, mijn kennissen, iedereen die ik ook in real life kan, maar ook degene die ik niet in real life kan, wens ik allemaal, stuk voor stuk, een heel mooi, goed, gelukkig nieuwjaar en vooral blijf gezond en ja, doe je ding en wees blij, wees gelukkig met wie dan ook aan je zij, of je nou wel iemand hebt, kinderen, je man, je vrouw, vriend, weet ik veel. Ik heb mijn dieren naar mijn zij en zo af en toe mijn dochter. Nou, dat maakt mij al blij, ja. Dus ik zou zeggen, gewoon geniet van alles wat op jouw levenspad tegen mag komen. En ja, vertrouw op onze lieve Heer, zeg ik maar weer. Ik zou zeggen, geniet ook vandaag. Het is hier grijs en grauw, maar geniet ook gewoon met mij weer een beetje mee. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik al, hek me dus er ook al aan, et cetera. Maar ja, dat heeft zo, hoe noem je dat? Ja, dan ben ik de klus weer kwijt voor de tweede keer. Ik heb nog maar één keer gevlogd en dat was jullie welkom te heten. En voor de rest heb ik een vlog in elkaar weten te zetten. En om 6:00 begon, 16:00 ben ik aan het kijken. Maar ik heb ook een dik uur op de wc gezeten.
Het heerst momenteel, maar ik voel me, ik heb me even ziek gevoeld. Heel even, tenminste heel even, dat ik op de wc zat, ja. Ik kreeg het eerst bloedje heet. En toen heb ik mierenk uitgedaan en alles. Maar ja, ik zat in mijn lingerie, laat me zeggen. En de rest lag op de grond naast me. En ik was zo beroerd en zo misselijk en hoop. De diarree, laten we maar noemen zoals het heet, hè. Ik heb dus een dikke uur erop gezeten en fijn is het niet. Ik heb nou een hete kruik hier al tussen. Dus ja, lekker warm. En ik hoop dat het nou een beetje beter gaat. Ik had al wijn ingeschonken. Ik had alweer een bord met plakken leverworst klaarstaan. Ik heb het opgeruimd, want dat ga ik dan niet eten, hè. Ik neem straks gewoon nog een broodje met wat erop. En dan hoop ik dat het toch wel weer beter gaat. Maar ik had de wc naar dat... ik heb het nog wel een keer gezien na dat uur. Want ik moest nog een paar keer. En dat was niet noemenswaardig meer. Maar in ieder geval, ik ben alweer een uur televisie aan het kijken. Dus het komt allemaal goed. Mijn haar zit ook helemaal niet. Mijn bril die is ook smerig, merk ik. Nou ja, lekker belangrijk allemaal. Maar in ieder geval, ik hoop dat ik morgen weer opgeknapt ben. En morgen komt Wilma natuurlijk ook. En ik had ook beloofd om morgenmiddag te proberen naar Meri toe te gaan. Om even soep te brengen. Ja. En hoe het komt, het heerst momenteel, wordt er gezegd. Maar dan moet je toch, dacht ik in mijn ogen... in contact zijn geweest met iemand die het ook heeft. En ik heb helemaal geen contact gehad. Ja, niet lichamelijk contact of wat dan ook, weet je. Dus ja, het zal me een worst wezen. Het kan ook door het weer komen, want zo is het warm, zo is het koud, weet je. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 9 graden. Ja, 9 graden. Gisteren was het in eerste instantie 12 graden. En dat in de avonduren. En later op de avond was het 7 graden. En de gevoelstemperaturen was nog lager. Ik meen een graad of 3. Dus ja, dat is niet zo fijn, weet je. En de wind was toen op komen zetten, et cetera. Ja, en ik ben nu al in mijn pyjama, dus ja, ik ga ook niet meer naar buiten toe. De meiden moeten het maar weer met de tuin doen, kinderen ook niks te doen. Maar ja, ook Elwin die is een beetje aan het dunnen, dus ja. Dus, maar naar buiten de tuin in. De enige die goed is, is Rijka, dus ja. Ik kan er ook allemaal niks aan doen, maar ach, het komt allemaal wel weer goed hoor. Ik voel me nou ook niet meer ziek. Ik zat eerst dus te zweten als een tierenlier en op een gegeven moment had ik het hartstikke koud. En ik begin nou een beetje bij te komen. Ja, dan heb ik mijn pyjama aan, ik heb sokken aan, ik heb mijn vest aan en mijn dusten eroverheen en nog een hoe noem je dat? Een dekentje over me heen. Maar ik heb de kruik er ook bij. Ja, lekker warm. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond met hetgeen wat jullie doen. En ik hoop dat jullie allemaal gezond mogen zijn en gezond mogen blijven. En ach, met mij komt het ook wel weer goed. Ja, daar ben ik niet zo bang om. En ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. En geniet ook weer een beetje met ons mee. En we spreken elkaar over een aantal x-uren wel weer. Dus ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Feelings change and love can go. But tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? Oh, what you said?